weekoverzicht van 23 tot en met 27 september. Wat is er vandaag aan de hand? Er is een zomerfeest in Kerklanden en bij het zomerfeest is ook altijd de Gouden Regenschool aanwezig. En straks komen alle kinderen hier voor de stuivertjesmarkt. En als school zijn we ook bezig en verkopen we allerlei kinderkleding vandaag. En waar is de opbrengst voor? De opbrengst is voor een belevingstuin. We gaan het schoolplein helemaal veranderen in een belevingstuin met allemaal natuur en andere dingen. En daar hebben we een hoop geld voor nodig. Dus we hopen dat er een grote opkomst is vandaag. Voor mij voor de derde keer. En ik hoop dat het een mooi feest wordt. Dus ik zou zeggen, leven Kerklanden en leven alle vrijwilligers die dit weer mogelijk hebben gemaakt. En dan is het nu ook. Ze komen er zo eens even langs om te kijken. Gemiddeld politietelling, ik moet het hem nu nog vragen. Maar hij had vorig jaar ook 5.000 à 6.000 mensen zijn er zeker langs geweest. Wat is uw wens, wat nog meer zou willen? Nou, eigenlijk vinden we het zo wel goed. Wij willen het niet veel groter maken, want dan wordt het een evenement. En dat is nou net wat we niet willen. We willen wel gewoon een buurtfeest houden. En voor ons als vrijwilliger, we bestaan natuurlijk uit een bestuur van 6 personen die dit gaan organiseren. Als je het groter wil hebben, moet je met meer mensen gaan werken. Dus. Maar wat zou u nog willen wensen? Dat we het nog een fix aantal jaren kunnen doen. Krijgt u veel reacties hierop? Ja, want het lijkt wel door de mensen die natuurlijk hier allemaal komen. Het leeft ook in de wijk. Mensen ontmoeten elkaar hier. En ook vanavond in de feesttent, als er muziek is. Die roepen, goh, wat leuk. Ja, nu kan ik even met je babbelen. Door de weekse druk afspreken lukt vaak moeilijk. Dus we willen natuurlijk de communicatie bevorderen in de wijk. De saamhorigheid. En dat lukt ons hopelijk toch wel een klein beetje. Hoe laat stopt dit? Om 12 uur, dan stopt het feest. Dan is het einde muziek, einde bar. En dan mogen wij weer gaan afbreken. Ruud Dirksen heeft afgelopen zaterdag zijn derde boek over dementie gepubliceerd. Het boek heet Hulp bij dementie. Dit boek dat gaat over het feit dat dementie niet alleen achteruitgang is, maar op één aspect ook vooruitgang en dat echt het gevoels- en emotieleven van mensen beter gaat functioneren dan voordat de dementie zich aandiende. Het geheugen wordt aangetast en daardoor gaan mensen veel meer op hun intuïtie, op hun gevoel doen. Hoe beweegt iemand zich door een ruimte? Hoe gaat iemand met een hulpmiddel om? Hoe reageert iemand? En maakt het inderdaad heel erg veel uit of iemand wordt bezig gehouden of dat iemand zelf het gevoel heeft, ik ben met een nuttige activiteit bezig. Dat emotieleven gaat twee kanten op. Het gaat enerzijds om negatieve dingen als boos worden, agressie, achterdocht, faalangst. Maar aan de andere kant gaat het ook om positieve dingen als mensen kunnen veel intensiever van iets genieten. Als je dat weet, dan leggen we in ons boek uit hoe je daar inderdaad ook echt gebruik van kan maken. Ja, wij zijn fulltime bezig met vernieuwingen in de zorg, spreken dagelijks wetenschappers, houden de vakliteratuur heel goed bij. En ik heb het boek samen met een zeer ervaren psycholoog geschreven, die al ruim 20 jaar mensen met dementie begeleidt en die ook werkt bij het Trimbos Instituut, een van de grotere kenniscentra in Nederland als het gaat over dementie. Dus het is primair gericht op familieleden, maar we weten uit ervaring dat ook heel veel zorgverleners zeggen van, hey, nou, dit lees is ook voor mij helemaal nieuw. Want ook de kennis over dementie bij zorgverleners, die mag wel naar een hoger niveau. En daar draagt ook dit boek, hoop ik, aan bij. Zij deden er niet lacherig over. Ze deden het vol vuur. Wat mij als gezond mens wat zinloos aandeed, spinnenwebben rachen in een stal, was voor deze mannen een fantastische klus. Minou van den Berg van het ATC won tijdens het Nationaal Filmfestival voor Scholieren dit jaar de eerste prijs in de categorie non-fictie.
Haar film A War to Fight is het indrukwekkende verhaal over haar broer tijdens zijn missie in Afghanistan. Ik zit op het ATC en daar volgen wij het vak audiovisueel, AV. En wij moesten als eindproject de film maken, een portret. Een portret over een familielid. En toen heb ik mijn broer gekozen. Mijn broer heeft een aantal maanden in Afghanistan gezeten als militair. En nou, dat was natuurlijk best wel een heftige tijd, ook voor hem en ook voor het thuisfront. En ja, daar heeft hij dingen meegemaakt die best heftig zijn. En het leek mij wel mooi om dat vast te leggen. Wat vind je ervan dat je gewonnen hebt? Ja, super natuurlijk. Ja, was een beetje onverwachts, dat wel. Ik had het niet verwacht, de eerste plek. Nou, eigenlijk ieder jaar worden de filmpjes uitgekozen hier op school. En NFFS gestuurd. En ja, daar zat mijn filmpje bij en die mocht daarheen. Waarom heeft jouw filmpje nou gewonnen? Tja, ik denk omdat het natuurlijk een aangrijpend verhaal is en wat niet alledaags is. En ik heb, zeg maar, als hij klaar was met praten, heb ik daarna nog heel lang de camera aangehouden om de emotie in zijn gezicht extra te benadrukken, zeg maar. Wat vind je nou zo leuk aan het filmen en monteren? Wat vind ik daar leuk aan? Sowieso de creativiteit die je erin kunt leggen. Je kan alle kanten op eigenlijk. Het is maar hoe je het zelf wil doen. Ja, beeld. Hoe leg je iets vast en hoe ga je dat uiteindelijk monteren? Ligt je toekomst ook bij het filmen en monteren? Absoluut. Ik wil de regie in. Het is weer tijd voor de jaarlijkse kinderpostzegelactie. Ruim 200.000 kinderen uit groep 7 en 8 gaan de straat op om kinderpostzegels te verkopen. Zoals veel basisscholen in Hilversum doet ook de Gouden Regenschool mee. Denk je dat de kinderen er klaar voor zijn? Nou, ik weet het wel zeker. Ze gaan er helemaal voor, dus dat komt goed. Wat wordt er nou allemaal uitgelegd over de kinderpostzegels in de klas? Nou, er wordt verteld hoe ze moeten verkopen, wat ze mee moeten geven, wat ze op moeten schrijven en waar het geld natuurlijk naartoe gaat. Want dat is wel heel belangrijk voor de kinderen in de arme landen. Heb je er een beetje zin in? Ja, ik vind het heel leuk om het voor de eerste keer te doen. Ja. Ja, heel erg. De leerlingen hopen zoveel mogelijk postzegels te verkopen en hopen hiermee veel kinderen in Afrika te helpen, zodat zij ook naar school kunnen. Denk je dat je veel gaat verkopen? Ja, ik hoop wel dat heel veel mensen het willen kopen voor die arme mensen, dat die ook naar school kunnen. Ik hoop dat veel mensen willen kopen voor die arme kinderen die ook naar school willen. Ik hoop het. Woensdagavond 2 september werd voor de tweede keer de kroegentocht voor ouders georganiseerd. Ouders bezochten onder begeleiding van Stichting R, de politie en de GGD de 4 populairste kroegen van Hilversum. In deze hotspots werd uitgebreid gepraat over het uitgaan van pubers en de regels met betrekking tot drank. Het meisje lag in coma. Het meisje heeft het ternauwernood gehaald en het meisje was 12 jaar. De ouders en de politie zijn erg blij met het initiatief. Ja, omdat ik 2 opgroeiende kinderen heb, 17 en 19, die in deze kroegen verschijnen regelmatig. Dus ik kan er altijd wat van leren, heb ik altijd zo'n idee bij dit soort dingen. Ontzettend goed initiatief. Ouders hebben nu inzicht gekregen waar de jongeren heen gaan, dus ze kunnen er een beeld bij hebben. Plus dat ze aan alle instanties die erbij betrokken zijn, zoals politie, heel veel vragen kunnen stellen. Ik kan wel zeggen dat ik het zweet onder de oksels heb staan. Ik heb een heleboel vragen op me afgevuurd gekregen, die ik wel allemaal heb kunnen beantwoorden gelukkig. En je ziet dat dat een hoop onrust bij ouders wegneemt. Dus ik denk een heel goed initiatief. In de nieuwe horecawet, die begin volgend jaar ingaat, mogen jongeren pas vanaf hun 18e alcohol drinken. Wat ik wel goed vind is dat die grens wordt nu verzet van 16 naar 18 en dat we daar ook hebben gehad, hoe gaan we daar nou mee om? En ergens zijn we natuurlijk heel blij dat er pas gedronken mag worden vanaf 18 en is dat alleen maar goed.
Alleen voor de jongeren die dat nu wel al mogen, is dat best wel een lastig ding. Maar wat we zien is dat voor de tweede keer ook een hele hoop mensen zich hebben opgegeven. En ik denk, als ik naar het succes van vanavond kijk, dat we het gewoon nog een keer gaan doen. En ik merk dat ouders er gewoon behoefte aan hebben om met elkaar over te praten en om wat meer voorlichting te krijgen over van hoe werken die dingen nou. Nou, ik heb er niet zo dramatisch veel van opgestoken, omdat ik veel dingen al wist. Ik vond het heel goed, heel leerzaam en heel leuk om die kroeg eens te zien hoe ze er nou van binnenuit zien. En wie de kroegbazen zijn en hoe ermee omgegaan wordt. Ja, heel informatief. Ambulancepersoneel, politie, voorlichters, alles erop en eraan. Heel leuk. Zo te zien hebben de ouders een informatieve, maar toch gezellige avond gehad. Ook al was het zonder alcohol. Mag ik iedereen verzoeken zijn of haar plek in te nemen? Dan kunnen wij de vergadering beginnen. Woensdag 25 september vond er in de raadzaal een commissievergadering plaats met het onderwerp HOV in het Gooi. Te weten de variantenkeuze en bestuurlijke overeenkomst. Dus ik steun het ordevoorstel om dit te verdagen naar de volgende commissievergadering. Al bij aanvang van deze commissievergadering kwam er een ordevoorstel en ontstond enige verwarring. Het is een ingewikkelde kwestie, want het reglement voorziet niet echt in een oplossing. Als de stemmen staken. Dus na overleg met mezelf vooral en met de Griffie en met de wethouder. Stel ik u het volgende voor. Wij beginnen vanavond gewoon met de behandeling, met de insprekers en met de eerste termijn van de fracties. Dan schorsen we de vergadering. Dan begint de wethouder morgen met de beantwoording in de eerste termijn. We beginnen dus met de insprekers. En dat is de voorzitter van de Vereniging van Bouwvakkers Arnhemshoeven, Martin Driebos. Als de HOV erbij komt, het verkeer door Arnhemshoeven echt verminderd moet worden. Arnhemshoeven anders in de knel komt. In 1996 is de breedte van de weg door Arnhemshoeven op 6 meter gebracht. Nu zien we tekeningen, nieuw tracé, waarin de weg een breedte heeft van 7,5 meter. Het lijkt wel of we tegen dovemans oren praten. De tweede inspreker is de heer Joost Koelega namens de stadhouderslaan. De aanleg van de HOV-baan betekent een gouden kans om dit probleem op te lossen. Zoals ook aangegeven in de structuurvisie 2030. Waarin een ontsluitingsweg tussen het spoor en de bedrijventerreinen wordt voorzien, van de Oosterengweg naar de VSH. Kijkend naar de voorlopige ontwerpen voor de HOV-baan echter, vraag ik me af of er nog plaats is om die ontsluitingsweg aan te leggen. Daarnaast vraag ik me af waarom 13 tot 15 vrachtwagens per dag van en naar VSH niet van de HOV-baan gebruik kunnen maken. Ik weet dat het niet conform de ontheffingsregels van de provincie Noord-Holland is. Maar ik wil u erop wijzen dat dit medegebruik met succes wel gedaan wordt in de stad Groningen. De Gooi is, zoals jullie weten, een regionaal ziekenhuis. En de concentratie van de activiteiten in Hilversum betekent dat het nog belangrijker wordt om de regionale bereikbaarheid van de Gooi te borgen en te versterken. Dat heeft een enorme meerwaarde voor de patiënten, bezoekers en ook de medewerkers. Dank u wel. Dan zijn we nu toe aan de volgende drie insprekers. En de eerste is daarvan meneer Eduard Metz. Waar zit u? Hij doet het, ja. Oké. Okay. U krijgt weer 5 minuten. Ga u gewoon. Ik maak iets minder van, want het is zo. Ik ben er ook gewoon tegen. Omdat het gewoon vanwege al die bomen die worden gesnoeid zo ter plek. En ook vanwege... Ja, het is gewoon de tijdwinst, dat is gewoon heel gering. Ik heb dat bij vandaag gezien van die professor. En die heeft het ook al nagekeken van TU Delft. En die zegt, de tijd is ook heel gering en de winst. Dat is echt heel nihil. We praten hier vanavond over het HOV-project op Hilversumse bodem. Het is een heel veel besproken project, dat weet u allen. Maar toen ruim 2 jaar geleden de VDWAH, de Vereniging voor Duurzaam Wonen Arnhemshoeven, op mijn initiatief werd opgericht, vond ik het hele plan voor Arnhemshoeven er eigenlijk heel erg goed uitzien.
De busbaan zou samen met de nieuwe weg gebundeld langs het spoor komen en de oude weg zou verdwijnen, teruggegeven worden aan de natuur. En samen met het tweede ecoduct bij Laren zouden we een hele goede verbindingszone krijgen, waardoor dit kwetsbare stuk van de ecologische hoofdstructuur eindelijk eens een keer goed voor elkaar zou zijn. Meneer Van Meurs is aan het woord namens Merim Behandelcentra. Ik wil graag het woord geven aan de laatste vier insprekers. Meneer Hazelager, dat bent u niet. Aan die basisvoorwaarden wordt dus niet voldaan. Provincie kondigt voor dit najaar nieuwe tarieven aan. Niet meer op basis van kilometers, maar op basis van het wel of niet hoogwaardig zijn van het OV. HOV betekent hogere tarieven. De doorsneereiziger telt niet mee. Wel de automobilist, oftewel 30% van de nieuwe reizigers. In het jaarverslag openbaar vervoer 2011 van de provincie staat als denklijn dat zakelijke automobilisten overstappen naar HOV en de werkgevers die kosten dragen. Tegelijkertijd zegt dezelfde provincie over de samenhang HOV en auto het volgende: de HOV is niet bedoeld om de file-druk te doen afnemen. Een citaat uit een brief van de provincie, mevrouw Van Maurik. Dan is nu het woord aan meneer Patrick Wening van de bewonersvereniging Oosterspoorplein en Omgeving. Wij als bewoners zijn in het geheel niet betrokken bij de uitwerking geweest. We zijn aangehoord en wat Elisabeth Post te pas kwam, is terzijde geschoven. Dit is dus complete kletskoek. Het rapport geeft een vrijbrief voor zeer forse kostenoverschrijdingen en schadeclaims. Een jarenlange, en ik praat hier over 2 tot 4 jaar, om ook die claims allemaal af te wikkelen, en dat staat ook in uw rapporten, zal er forse verkeerschaos in Hilversum het gevolg zijn. Allemaal wat ik zeg staat allemaal in die rapporten. Om bovengenoemde bezwaren en omdat het hoofdrapport Hof in het Gooi zelf als overschrijdingsrisico's hanteert tot 35%, waarbij Arcades, dat is onze adviseur, zelf uitgaat van zo'n 60%, en omdat wij zelf nogal wat omissies en onzorgvuldigheden hebben geconstateerd in het hoofdrapport, verzoeken wij de Raad haar verantwoordelijkheid te nemen en de bestuursovereenkomst vooralsnog niet aan te nemen. Namens de bedrijven onder gedenken. Pas op, in het verleden gingen er al geruchten dat een ProRail-medewerker gezegd zou hebben dat deze tunnel nooit voor het gereserveerde bedrag gebouwd kon worden. Nu doen opnieuw verhalen de ronde waaruit zou blijken dat de huidige opzet niet zou voldoen aan regelgeving, onveilig is zowel tijdens de bouw als in gebruik als daarna, zowel voor de bebouwing ernaast als straks voor de gebruikers van de tunnel zelf. Er lijkt geen enkele rekening te zijn gehouden met de diepere grond. Voor de insprekers is nu dit het einde van de eerste termijn. Mevrouw Walters.
Ook voor het herplanten van een groot deel van de 7730 bomen die gekapt worden. Ja, echt waar, 7730 bomen. Niet allemaal dik, maar een groot deel wel. Voor het herplanten daarvan is nog geen euro geraamd. Er ligt alleen nog maar een schetsontwerp van de tunnel. Er liggen risicolijstjes zonder financiële bandbreedte erachter, van wat die ons gaan kosten. Raadsleden, als u hiermee instemt, maakt u een historische vergissing. Het CDA is een voorstander van hoogwaardig openbaar vervoer, maar alleen uitgevoerd als lightrail. Dat houdt in ieder geval in dat er een tracé komt dat volledig verheelbaar wordt aangelegd. En dat is dit tracé zeer zeker niet. Daarnaast dient het hele tracé een groot draagvlak onder inwoners te hebben, met name onder de inwoners die het dichtst langs het tracé wonen. En dat draagvlak wordt steeds kleiner onder de inwoners en onder de aanwoners. Niet alleen binnen Hilversum, maar ook buiten Hilversum. Het is bekend dat in Huizen bijvoorbeeld, als je daar nu een referendum zou houden, dan is 80% van de inwoners zegt van nou, laat die busbaan maar zitten, want we hebben 320. En dat voldoet voor ons, want dan hebben we de overstapmogelijkheden. De eerste keer dat de heer Boog met een voorstel van een busbaan kwam in de commissie, toen heeft de commissie het eigenlijk retour gestuurd, omdat we de onderbouwing eigenlijk niet goed vonden. En toen heeft hij het zelf ook mee teruggenomen. En is die volgens mij een jaar later opnieuw naar de commissie gekomen met een betere onderbouwing van het verhaal over de busbaan. En dat was bij mijn weten in 2010, eind 2010 of begin 2011. Voorzitter, op dat moment, bij die besluitvorming, heeft de ChristenUnie Hilversum voor de tracékeuze gestemd. Dat hadden wij gedaan, omdat wij willen dat er niet alleen in Hilversum en in de regio in autobereikbaarheid geïnvesteerd werd, maar ook in openbaar vervoer, om dat op zijn minst concurrerend te houden. Verreling wilden wij ook graag, maar dat bleek niet haalbaar. Een busbaan is weliswaar een beetje sneller, maar vooral veel betrouwbaarder dan gewoon in de file meerijden op de Emma-straat en dergelijke. En wij dachten, het is ook goed voor Hilversum. Het is beter voor de reizigers, die kunnen sneller naar hun bestemming komen. En de Hilversum als regiofunctie, zeker met het nieuwe intercitystation en met het ziekenhuis, die is gebaat bij hoogwaardig openbaar vervoer. We hebben het over Huizen, Hilversum. Nou, zo het CDA en Huizen, die willen juist, die zeggen ook van we hebben het liefst light rail, maar ja, dat is nu niet haalbaar. En wij kiezen daarom voor de HOV. En dan zegt meneer Rebel, daarvan het CDA Huizen, die zegt ja, er staat op hun website, als we nu afhaken, dan hebben we de eerste komende 10 jaar geen recht meer van spreken bij provincie en Rijk. Oftewel, dan missen we de boot. Vindt u dat een argument? Nee, want op dit moment is die busbaan niet het meest dringende wat Huizen nodig heeft. En ja, we blijven maar hameren op de 320. Het klinkt een beetje drammerig, maar het is zo. En de situatie, en ja, dat is nu eenmaal politiek, is in Huizen in zoverre anders dan in Hilversum. Wij kunnen vrijelijk spreken, want we zitten in de oppositie. En wij kunnen volgen wat de mensen zeggen. En wij zijn niet gebonden, met handen en voeten gebonden, aan afspraken die een college heeft gemaakt. Ja, de HOV. En er komt heel wat bij kijken. Wij zijn op zich voorstander van de HOV. Maar we willen kritisch naar de risico's kijken. Want Leven Hilversum begrijpt als geen ander dat de komst van een tunnel onder een bus en spoorbaan een belangrijke aanvulling is op het IBP. Omdat dat het laatste knelpunt van de Hilversumse ring is en dan de doorstroming van de stad aanzienlijk verbetert. Maar dat neemt niet weg dat Leefbaar Hilversum dit plan zonder boer of baas te zeggen akkoord gaat. Want aangezien dit de laatste ontbrekende schakel is in het IBP, ja, dan rijst bij ons toch de vraag op, had dat dan niet in de vorige periode waarin dat hele budget was berekend, had dat daar niet bij gekund? Maar het interessante van de mobiliteitsmonitor is dat hij eigenlijk aangeeft dat met name de jongvolwassenen steeds meer met de bus gaan. En dat komt omdat, dat noemen we dan de Einstein-generatie, die zijn bezig met een iPhone en met een smartphone. En die zijn helemaal niet met een auto bezig. En dat is een interessante ontwikkeling, want we zijn natuurlijk heel veel aan het voorbereiden om het toekomstbestendig te maken en de dynamiek terug te krijgen en het interessant te maken om in Hilversum te werken en te wonen. En dat bevestigt dus eigenlijk het beeld dat als je investeert voor de lange termijn in een goede openbaar vervoersverbinding, je de aantrekkelijkheid echt een impuls geeft.
de financiële risico's voor Hilversum. Gelezen het de samenwerkingsovereenkomst zien we eigenlijk nog steeds dat wij 2,5 miljoen bijdragen en de risico's voor de provincie zijn. Ik heb andere mensen andere risicoanalyses horen geven, maar ik lees dat nog steeds erin. Kan de wethouder bevestigen dat ons enige risico inderdaad die 2,5 miljoen is? En nou ja, natuurlijk, als we extra wensen hebben, snap ik ook wel dat wij extra moeten bijdragen. Maar ik hoor graag van de wethouder dat inderdaad die 2,5 miljoen ons enige risico is. Als ik met u mee zou gaan in de gedachte dat de HOV inderdaad er komt, dan vertrouw ik die bestuursovereenkomst niet. Gisteren was het 26 jaar geleden dat de 23-jarige Michael John Poirier een van de eerste slachtoffers van zinloos geweld was. Het standbeeld tolerantie is neergezet als eerbetoon aan hem en als een algemene boodschap aan de burgers om meer tolerant te zijn. Tot op deze dag wordt Michael nog ieder jaar herdacht op 26 september. Burgemeester Pieter Broertjes viel letterlijk met de deur in huis. En daarmee was de mediawerkplaats Hilversum geopend voor het publiek. Het voormalige belastingkantoor is veranderd in een broedplaats voor creatief talent in Hilversum. En vanaf donderdag 26 september is daar de mediawerkplaats Hilversum bijgekomen. De mediawerkplaats helpt mensen actief te zoeken naar een nieuwe toekomst. Het biedt werkplaats en een ruimte om vakgenoten te treffen. Vanaf 1 oktober gaan de deuren echt open. Ja, een plek waar ik nu sta was 6 maanden geleden alleen maar iets wat bij ons van boven hier als idee bestond. En dat idee is nu werkelijkheid geworden. Deze werkplaats is echt bedoeld voor mensen die werk kwijt zijn, net kwijt zijn of kwijt zijn geraakt vorig jaar, bij de Wereldomroep bijvoorbeeld. Die mensen kunnen elkaar hier ontmoeten, op deze plek, met elkaar dingen uitwisselen. Ze kunnen praten over een nieuw bestaan. De werkgevers die zijn al bekend met ons. We hebben contacten gelegd met beginnende ondernemers. Heel toevallig hebben we hier afgelopen vrijdag een bijeenkomst gehad met de gemeente Hilversum. Daaruit blijkt dat heel veel van die ondernemers op zoek zijn naar jonge, maar ook vooral ervaren krachten die echt op zoek zijn naar professionals die voor hen heel veel kennis in huis hebben en daar iets mee kunnen gaan doen. Dat is hoopgevend. En velen hebben zich die middag nog meteen ingeschreven. En door een door de burgemeester zelf geschreven mail online te plaatsen, is vanaf nu de website van de mediawerkplaats ook geopend. Wat is de bedoeling van deze werkplaats? Ja, eigenlijk een nieuwe werkruimte creëren voor mensen die net ontslagen zijn. Die anders thuis zitten te verpieteren. En die nu weer met hun oude of nieuwe collega's journalistieke producten kunnen bedenken. Kan zijn op schrift, kan video zijn, kan film zijn. Met RTI samen gaan werken of verhalen maken. Storytelling is een belangrijk onderwerp tegenwoordig in de journalistiek. En dat kunnen ze hier doen in een creatieve ruimte. Hoe gaat de gemeente Hilversum daaraan meewerken? Nou, we helpen ze een beetje nu in de beginfase. Door met de huren iets te doen. Maar op een gegeven moment gaan ze natuurlijk op hun eigen benen staan. Het wordt een onderneming. Het is een nieuwe lood aan de vele mediabedrijven die Hilversum rijken. En vanaf dinsdag 1 oktober kunt u terecht in de mediawerkplaats Hilversum. Gevestigd in het oude belastingkantoor bij het NS-station. Ik ben weer terug bij het dierenasiel. De dieren van deze keer zijn zwerfkittens. De kleur zwart en cypers. Nee, geen rode. Dit zijn Brit en Daisy. Ze kunnen niet zonder elkaar en moeten daarom samen geplaatst worden. Omdat het zwerfdieren zijn, is er niet veel over te vertellen. Wel dat Brit en Daisy eerst de kat uit de boom kijken. En deze vier katjes zijn de katjes zonder naam. Ze hebben nog geen naam. Ze zijn heel nieuwsgierig en het was dan ook oppassen met het openen van de bench. Even niet opletten
en weg zouden ze zijn. Trouwens, heeft u nog een wens in de schuur staan die u niet gebruikt? Het asiel kan ze goed gebruiken. De bandjes worden dan namelijk uitgeleend aan mensen die voor het asiel moederloze kittens thuis opvangen. Kijk toch eens naar de kittens. Haal ze op bij Dierenasiel Krailo.